Gegroet Ilias. Groet, Vandaag is de Gio. dag. Vandaag gaan we naar Bellator van Alwin. Milan is volgens mij vertrokken. Denk je of niet? Ja, Milan zou naar Alex gaan, heb ik gehoord. Ja, daar gaat hij wat troepen bijeenhalen om ja, voor de oorlog natuurlijk. Ik hoop dat Klopt. het hem lukt. Maar Bellator, daar moeten we de zee over. En ik heb hier wat bootjes mee. Het is niet zo heel stuk, dus we hoeven niet de grote boot te pakken. Dus volg mij maar. Ga gewoon lekker naar de haven. Ja, dan gaan we naar de haven. En dan gaan we op naar Bellator. Oké, Ilias, hier is Bellator. Ja, Dus als je kijk. mij volgt, ik weet waar we aan land moeten. Ik ben hier al eens een keer eerder geweest, heel lang geleden. Dus ik weet niet hoe het er nu mee is gesteld. Ze hebben een hele grote verbouwing, zie ik. Klopt. Oké, hier moet van land. Oh, ik zal even. Ja. Oké, ben je? Ja, ik ben. Oké. Ik denk dat hij in zijn troonzaal zit. Hier is het nog een beetje leeg. Ja, klopt. Daar is iets aan aanbouw. Ja. Daar zie ik wel een kasteel. Ziet er wel mooi uit hier. Zo in het zand. Klopt. Dus Het de is ook lekker troonzaal, denk warm. ik. Ja. Maar ik ben dit niet gewend hoor. Ik Oké, hou doe je meer zwaar. van sneeuw. Ja, ik ook. Doe je zwaar maar even weg, want anders denken ze dat we natuurlijk in vijandig uitkomen. Zo is even een kom even mee. Ja, daar is toch Alwin al. Gegroet, koning Gio. Gegroet, Alwin. Hoe gaat het ermee? Het gaat goed hoor. En met u? Ja, het gaat redelijk lang niet gesproken. Ja, dat is zeker lang geleden. Wij hebben wat nieuws voor jou te melden. Oké, vertel maar. Wij willen machtsvertoning tegenover het Kingdom Pyro doen. Want Oké. wij willen zeg maar een oorlog met u voeren. Wat denk jij daarvan? Ja, wat moet ik ervan denken? Je moet doen wat je niet laten kunt. Oké, ja, we hebben alleen niet zo heel veel man. Dus ja, ik zie hier al wat man van jou staan. En wij wouden jou vragen of we misschien wat man van jou konden lenen, inclusief jou. En zodat we dan naar Pyro kunnen trekken. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Oké, Ja. ik snap het. Je zou me dus niet kunnen leiden naar jouw man? Of... Nee, dat doe ik niet. Oké, en waarom niet? Daar gaat jou helemaal niks aan. Hey, ik kom in vriendelijkheid, hè. Ik wil niks gemeens doen of zo, maar ik vraag gewoon om een paar man. En als je dat niet goed vindt, ja, dat. Ik ben hier wel je koning. Je mag hertog zijn, maar ik zou graag een paar mensen willen. Nou, ik weet het niet. Zou ik het mogen overleggen? Ja, je mag het overleggen. Ilias en ik gaan wel even weg. Oké, Ilias, volg me maar. Gio, die Alwin is echt niet te vertrouwen, denk ik hoor. Ah, hij is wat te vertrouwen, alleen ik denk dat hij nog een beetje angstig is. Wel kan, maar. De vorige koning natuurlijk, hè. Dat was echt een lul. Die heeft heel veel Klopt. verkeerd gedaan hier. Klopt. Dus ja, ik denk dat Ach. ze wel bijna klaar zijn. Ik weet begon niet waar die mannen zijn, misschien kunnen ze zelf halen. Ik zie daar wat huizen, maar ik denk dat we maar even de troon zijn gaan. Volg mij Ja, maar. ik ga er natuurlijk. Oké. Hallo. Hallo Alwin. Zijn jullie uitvergaderd? Ja. Ja, wij willen meedoen om één voorwaarde. Vertel maar. Wij willen we eigenlijk wel een paar extra hoofden voor ons op te stokken. Hoofden. Ja. Gewoon een paar afgehakte hoofden van, ja, van de soldaten van hen. Ja, wat jij wil, dat maakt mij niet uit. We hebben gewoon jouw hulp nodig, maar een paar afgehakte hoofden lijkt mij niet echt lekker, maar als jij dat wil, dan moeten we dat maar doen, toch, Ilias? Ja, Je mag dat de klopt. hoofden dan wel zelf dragen, want daar heb ik totaal geen zin in. Nee, is goed, daar hebben we totaal geen probleem mee. Oké, en zou je mij dan even kunnen leiden naar jouw man? Want dan nemen we die gelijk mee. Ja. Oké. Moet kijken of ze bij de barakken zijn. Oké, dan gaan we daar Oh, naartoe. ik zie hier al eentje. Ja, kom even mee. Oh ja, die is ook een Kom beetje maar, Lionel. afstand. Oké, laten we gaan. Even kijken waar nog meer mannen zijn. Hey Alwin, ik weet dat je me misschien niet echt vertrouwt, aangezien de vorige koning niet echt heel erg aardig is geweest tegen jullie en je man natuurlijk. Maar ik Oké, kom hier ja. echt gewoon in vrede. Ik wil dat jullie mij helpen, ik wil jullie helpen,
Zeker met die hoofddoek vind ik dat niet echt een fris idee, maar ja, het is gewoon een grote fout geweest van die vorige koning. Ja, nee, ja. Oh, ik zie er ook nog iemand. Ja. Jij, kom ook even mee. Oké, dat is zo iemand. We hebben nu al kijken hoeveel man. Vier man, ja. Vier man, oké. Mochten jullie nog gevangenis hebben, dit is onze gevangenistoren. Ja. Mm-hmm. Oké. Nice. En wat een mooi huis is hier. Hallo, is hier iemand? De barakken hier. Okay, volgens mij niet. Ik wacht gewoon hier. Nee, is daar niemand? Nee, er is niemand. Niemand is er, okay. Ook niet in Zolder. Ik weet niet hoeveel man je hebt. Nou, aardig wat. Oké, ja, sommigen zijn misschien nog weg, maar de gevangenis, hè? Ja, misschien kunnen we daar... Want we hebben ook een gevangenis in Eros. In Eros zelf, want we willen de koning, zeg maar, van Pyro willen wij gevangen nemen. Nou, dan weet ik niet of deze gevangenis wel goed voor is. Kun je beter naar Stone Beach Tower gaan. Oké, en... Maar ik zal het even de gevangenis zelf laten zien. Ja, is goed. Komt u maar. Het is best wel oud. Oh, oké. Het is best wel irritant. Dat is erg gevaarlijk inderdaad, maar het is inderdaad wel slim. Zo. Dit zijn gewoon even de cellen voor de zware gevallen. Oh ja, oké. Je komt erin en je komt er nooit meer uit. Ja, dat is op zich niet inderdaad heel erg geschikt, want we moeten hem op zich nog wel uitkrijgen. We willen hem niet echt vermoorden, denk ik. Misschien dit wat beter? Dat is wel een goede cel, ja. Hier kunnen we op zich wel in doen. Dat hebben we ook in Eros. Of moet je nog een cel hebben waar je hem belachelijk kunt maken? Ja, dat zou ook wel handig zijn. Want we willen inderdaad gewoon duidelijk maken dat wij wel macht hebben in deze wereld. En dat wij niet het zwakste... Dan kan hij misschien hier wel in. Een open gat naar boven, dus hij wordt ook nog lekker nat geregend als het gaat regenen. Oh ja, en we kunnen hem ook van boven een beetje toeroepen aan jullie met je man. Ja. We kunnen ook misschien... We kunnen hem ook misschien in Eros gooien en dan hebben we ook een obsidian kooi. Ja, we zien wel. We kunnen hem hier inderdaad in doen of we kunnen hem in Eros. Ik zou wel even, kom maar mee naar Stone Beach Tower. Ja, is goed. Oh. Want koning Milan, die ken je ook wel, dat is niet de vorige koning natuurlijk. Dat is gewoon de hele koning. Die is naar het heiligdom van Alex. Ik weet niet of je Alex kent. Ja, een beetje. Ja, waarschijnlijk aan een ver verleden nog. Het is echt lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Dat zei ik net ook al, maar dat zal waarschijnlijk een paar jaar geleden ongeveer. Ja, dat zal ook waarschijnlijk wel met Milan zijn. Maar aangezien wij nu met 1, 2, 3, 4 en dan ik en jij en ik en plus de mannen van het hertogdom van Alex en Milan zijn, dat is aardig wel wat natuurlijk, dus op zich kunnen we daar die oorlog wel mee winnen, denk ik. Ja, denk het wel. Denk het wel makkelijk zelfs. Je hebt veel rijkdom hier op zich. Deze toren wordt ook wel voor wachttoren gebruikt. En hier zijn de cellen hierom leeg. Oh, oké, de cellen. Ik ga wel even mee. Zijn nog de oudste cellen. Oh ja, die zien inderdaad echt heel erg gruwelijk uit. Oh, daar hangt een hoofd ook. Ja, hier laten we ze gewoon sterven. Ja. Nou oké, dat is dus ook niet echt geschikt. Het is wel misschien om wat... We kunnen daar een lid van hun in doen om ze bang te maken, zeg maar. Ja, ik ken wel een sterke kant van koning Damon. Ja, we kunnen hem wel natuurlijk echt helemaal vernederen, weet je wel. Dat dan gewoon verspreiden over de hele wereld. We zullen wel even een hertog of een linkerhand of een rechterhand. Ja. Ja, die zal ons wel iemand helpen. Die belangrijk is, die kunnen we vandaag. Oké. Okay. Ja, ik zal heel goed voor die persoon zorgen. Ja, oké. Okay. Dat, daar bedank je voor. Ik bedank dat jij, je mannen uitleent aan ons en natuurlijk jezelf. En ik denk dat we dan nu maar weer gaan. Terug naar Eros. En dan zullen we jullie daar gewoon wat goede dingen aanbieden. Waarschijnlijk wat thee. Want dat hebben wij heel veel daar. Ja, thee hoeft niet. Nee, houden jullie daar niet van? Nee. Oké, nou ja. Het is nu donker. Dus op zich is dat niet heel erg veilig. Maar we proberen het maar. Het is niet zo'n heel groot stuk. Dus als jullie allemaal meegaan. Dan gaan we terug naar Eros.